kind was ik al dol op de natuur. Ik vond het met name fascinerend om te ontdekken dat er een soort logica achter in de natuur zit. Maar ook dat alles met elkaar samenhangt. En als je dan naar een plant kijkt, ja, die groeit daar niet zomaar. Die heeft er bepaalde condities die dat faciliteren. En ook een insect kiest niet zomaar zijn planten uit. Ja, en daar houd ik me nu nog steeds mee bezig. Ik bestudeer de wisselwerking tussen planten en insecten. Ja, precies. Ja, lekker in de natuur rondrennen. Vind ik fantastisch. En ik kijk dan in de lente en zomer ben ik met name buiten op dijken. Dat is mijn onderzoeksgebied. En daar kijk ik welke bloemen daar nou groeien en hoeveel. En vervolgens vang ik bijen. Daar ren ik achteraan inderdaad. En dan kan ik op die manier bepalen welke soorten daar zitten. We hebben er 365 in Nederland, dus dat zijn pielen. En dan schraap ik daarna in het lab heel precies de pollen van die bijen af. En dan kan ik op die manier zien welke bloemen zij bezocht hebben. Insecten zijn ontzettend belangrijk. Allereerst in ecosystemen. Insecten bestuiven bloemen. Maar ze zijn ook voer voor vogels. En daarnaast voor ons mensen. De appel die jij eet, of de peer, als je dat lekkerder vindt, die zijn er niet als er geen insecten zijn. Maar insecten nemen af. En hoe gaan we insecten nu herstellen? Momenteel maken we dan bloemstroken, maar we zien dat heel wisselend werkt. Met onze data kunnen wij dus gaan bepalen welke combinatie aan planten we nou neer moeten zetten om insecten veel gerichter te kunnen herstellen. Jazeker, ja. Ik geef ook onderwijs aan eerstejaars studenten over biodiversiteit. Ontzettend leuk om te doen. Wel lastig vorig jaar in het coronajaar natuurlijk. Dus toen hebben we allerlei kennisclips gemaakt en we hebben challenges opgezet waarin studenten in hun eigen omgeving moesten zoeken naar planten. Ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik denk ook dat we dat stiekem best wel goed gedaan hebben. Dat we veel van de materialen die we vorig jaar gemaakt hebben in de toekomst ook weer gaan gebruiken. Ja, ik vind het onderzoek echt fantastisch. Het is heel divers. Ik kan heel veel verschillende dingen doen en ik kan ook met heel veel mensen samenwerken. En het onderwerp natuurlijk, ja, dat fascineert me al sinds dat ik een kind ben. Hoe werkt biodiversiteit nou? Hoe kan het nou dat er zoveel soorten kunnen samenleven op zo'n klein stukje? Nou, die vraag kan ik natuurlijk ook echt niet alleen beantwoorden. Dus daar moet ik ook voor samenwerken. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik mijn kleine steentje bij kan dragen aan het beantwoorden van deze vraag.